We hebben elkaar voor het eerst gezien een week of drie geleden. Ja. En u kwam bij mij omdat u hele ernstige pijnen en problemen had met een zogenaamde Sudexse dystrofie. Inderdaad. De patiënt is afgelopen 10 jaar uitgebreid gezien door vele specialisten en ook in een revalidatieinrichting geweest. Maar geen van de specialisten of therapieën hadden enig effect. En opereren was geen optie. Vertelt u eens hoe dat gegaan is? Ik ben op 20 oktober in het jaar 2000 gevallen met mijn fiets. Ja. En vanaf die tijd heb ik ontzettend veel pijn gehad. Ja. Mijn been werd dik en ging gebogen staan. En ja, pijn. Ja. Wat kan ik me meer vertellen? Ik heb er zoveel gedaan om van die pijn af te komen. Ja. Vertelt u eens wat er is gedaan aan die pijn, wat het meest heftige was voor uw gevoel? Ja, in een revalidatiecentrum. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja. Ja, daar ben ik 9 maanden in geweest. Dat vond ik echt heel erg. Daar heb ik ontzettend veel pijn gehad. Heb ik heel wat tranen gelaten. Ja. Echt. Ja. Ja. En toen zijn we ruim 3 weken geleden begonnen met ons behandelingsprotocol voor Sudexse dystrofie met twee pijlers. Normast en een andere stof, Pelvilen, die erop lijkt, samen met een crème, amitriptyline, 5% en DMSO. Inderdaad. En vertel eens wat u heeft ervaren. Nou kijk, toen ik bij u kwam 2 weken geleden, heeft u mijn knie, of ik heb het zelf weer gesmeerd. En in eerste instantie merkte ik niets, maar later werd die warm. En dat gaf gewoon een fijn gevoel. Maar ja, daar ben ik ook weer doorgegaan. Later ben ik 2 keer per dag gaan smeren. Dat mocht ook na een week. En het is ongelooflijk, maar de pijn is bijna weg. Ik kon mijn been niet aanraken. Wat aanrakingspijn? Niet even met mijn vinger overheen. En nu kan ik hem knijpen. Ik kan hem duwen. Niets. Het is een groot wonder. Ja, nou dat is heel mooi. Ja, heel fijn. Dus de pijn is een stukje minder. De aanrakingspijn is verdwenen. Ja. Ja. En u smeert nu de crème 3 keer per dag? Nee, 2 keer. 2 keer per dag? Ja. Heeft u nog bijwerkingen gemerkt? Helemaal niets. Helemaal niets. Nee. Nog van de crème, nog van de supplementen? Nee. Okay. Helemaal niets. Wat heeft u ervan gezien? Wat heeft u gemerkt dat het rustig was. Ja. Ook in bed, met het dekbed eroverheen. Oh ja. Dat deed ook altijd zeer. Als ik me omdraaide, zei ze, au. Ja, ja. Maar daar heb ik nou geen last meer van. Nee. Nee. Maar je moet altijd je hand op mijn knie houden. Om een beetje warm te krijgen. Ja. Ik heb nu gewoon een warme knie. Ja. Vandaag zijn we toereden met de ergo in de auto, kon ik niet velen. Ja. Moest een sjaal om mijn knie heen. Ja. Maar nu niet. Niks. Ja. Dus hij hoort er weer bij. Hij hoort er weer bij. Eigenlijk wel, hij is weer voor mij. Mooi zo.